ben vandaag op het Twente-kanaal. Ik zit zelfs al in een boot, zoals je kan zien. Ik ga met Paul Keizers op stap van Hengelsport, Henny Kruidenier uit Haaksbergen. En wat gaan we vandaag doen? We gaan proberen om het kunstaas eens te kijken wat zo'n Twente-kanaaltje nou oplevert als je hier een dagje gaat vissen. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. Intussen zijn we op weg naar de eerste stek. Paul is al druk bezig met de voorbereiding, zoals je kan zien. Paul, kun je me iets meer vertellen over het Twente-kanaal? Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd waar het begint, hoe lang het is, hoe diep het is en wat voor vis kunnen we vandaag vinden? Ja. Oh ja, goedemorgen Gijs. Het Twente-kanaal is, die begint in Zutphen en die eindigt in Enschede. En er zit nog een zijtak richting Almelo, zeg maar. Die begint in Goor, die loopt naar Almelo in. Het Twente-kanaal is rond de 50 kilometer lang. En de gemiddelde diepte is tot maximaal 5,5 meter diep. En hij is begeerd 55 meter begeerd in meeste stukken. Het laatste stukje Twente-kanaal, Hengelo-Hengelo, af Hengelo-Enschede, zit hij op ongeveer 40, 45 meter. Oké, en wat voor visbestand kunnen we hier nou verwachten vandaag? Nou, de roofvisbestand is ontzettend goed op het Twente-kanaal. Er zit heel veel baas, snoekbaas en snoek ook al steeds meer. Het formaat wat je hier vangt is niet al te groot, de bazen wel, maar de snoekbaas en de snoeken zijn niet zo ontzettend groot. Maar wel, je kunt leuke aantallen vangen. Nou, inmiddels zijn we begonnen. Dat is natuurlijk het mooie van zo'n kanaal als Twente-kanaal, is dat je eigenlijk meteen kan gaan vissen. Paul is begonnen met slepen. En als ik het goed weer heb met wat kleinere kunstaas om eens te kijken wat we hier naar boven halen. Ik ga toch eens aan Paul vragen wat voor spullen die nou precies gebruikt aan setjes en aan materialen. Paul, wat voor materiaal gebruik je nu? Ja, zoals we nou aan het slepen zijn, zeg maar, met vissen met kleine plugjes, centimeter of 5, 6. Vaak allemaal diepduikertjes zo rond de 2,5 tot 4 meter diep. En die laten we heel geconcentreerd tegen de bodem aan stuiten, zeg maar. Dus daar komen ze tegen de mosselbankjes aan. En zijn vooral de baas en de snoekbaas zijn er wel gek op. Ja. Nou, ik heb er natuurlijk zelf ook even een hengeltje bij gepakt. We vissen de kant af. Je hebt toch aan de kant, heb je hier toch wel grote kans op een snoekbaasje. Kunstaasje eraan. En dan is de kunst om af en toe wat te bewegen. En als het goed is, moet hij hem dan pakken op het moment dat hij even stilvalt. Dus je laat hem gewoon elke keer ietsje teruggaan, trek je weer terug en dan moet natuurlijk die top wel in één keer krom gaan. We zijn een kwartiertje bezig, ik heb één stootje gezien, maar helaas niet binnengehaald. Nou zie je overal van die dieptemeters en visfinders en dergelijke. Paul, waarom gebruik jij deze nou tijdens zo'n sessie? Nou, op het Twente-kanaal gebruik ik de dieptemeter puur om de bodem te bekijken, zeg maar. Dus de diepte van het water. Op het moment dat het iets dieper wordt, geef ik iets meer lijn mee, gaat de plug wat dieper. Wordt het iets ondieper, ook de hengel wat hoger of ik draai een paar slagen binnen. En op die manier kan ik heel mooi met de structuur van de bodem meer vissen eigenlijk. Want wat is nou belangrijk als je zo slepend gaat snoekbazen? Ja, heel belangrijk is eigenlijk op het Twente-kanaal ook dat de plug constant de bodem raakt, zeg maar. Dus elke keer tegen de bodem aanstuit het. En daar komt toch wel die vissen op af eigenlijk. Ja. Dus je bent eigenlijk constant bezig met het kijken naar de dieptemeter. Om, en als het water ondieper is, dan heb ik gezien dat de hengel omhoog gaat. En als het water wat dieper wordt, dan laat je wat meer gaan, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. En de snelheid is soms ook wel belangrijk eigenlijk. We gaan nu zo 4 km per uur. Hoe warm het is eigenlijk, hoe sneller je soms kunt varen, zeg maar. In de winter iets langzamer varen is vaak iets beter eigenlijk, zeg maar. Dus je kunt in de zomer toch wel makkelijk 6 km per uur varen. Maar zoals nou iets kouder wordt, dan is het iets langzamer varen iets wel prettiger. Kijk, ik heb maar even die pluggen erbij gepakt die Paul vandaag gebruikt. Je ziet omdat ze heel diep moeten gaan. Ze moeten in feite deze beweging maken over de bodem. Dat is natuurlijk het beste wat je kan doen. En dan heb je natuurlijk dit soort pluggen nodig. Die dat ook kunnen. Die dieplopend zijn. Die eigenlijk bijna rechtop staan op de bodem. Het snoekbaars die aast natuurlijk toch heel vaak over die bodems. Kijk, ik heb even de pluggen erbij gepakt die Paul vandaag gebruikt. En dan zie je dat het allemaal dieplopende pluggen zijn. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want de bedoeling is natuurlijk dat ze zo over de bodem gaan. Dat is over het algemeen natuurlijk het beste. Die snoekbaars, die ligt toch natuurlijk op de grond over het algemeen, dicht bij de bodem. En die moet je daar natuurlijk triggeren. En dan zijn dit soort pluggen zijn natuurlijk geweldig. Nou is er één klein dingetje op Twente-kanaal. En dat is traileren. Want wij hebben die boot nou in het water gekregen. Maar dat komt dat Paul beschikt over een kanteltrailer. Want je hebt hier niet zo heel veel trailerhellingen. Er is er volgens mij, zover als ik het weet, maar pin me daar niet op vast, zijn er twee, één in Almelo en één in Hengelo. Dus als jij met een bootje naar Twente-kanaal wil, dan zul je dus moeten zorgen dat je beschikt over een kanteltrailer en stalen zenuwen. Want dat is toch nog wel even een dingetje. Het water inkrijgen is niet zo moeilijk, maar het moet er ook weer uit als het goed is. Of je moet naar Almelo om Hengelo om daar te gaan traileren. Het is maar dat je het weet.
Kijk, wat nou het leuke is van een kanaal als Twente Kanaal, is dat je hier nooit alleen bent. Want nou denk je dat wij hier gezellig met z'n tweeën op een bootje zitten. Maar kijk, dit kom je toch ook nog wel eens tegen op het Twente Kanaal. Er zit hier ook nog wat professionele vaart op, zal ik maar zeggen. Echt hard varen doen ze niet. Dus het is allemaal redelijk safe. Maar zorg wel dat je afstand houdt, want dan blijft het voor iedereen leuk. Dus je ziet dat je hier af en toe ook nog wel eens een ander bootje tegen kan komen. Dat is nou het mooie als er een boot voorbij komt. Hoppa! Nummer 1, kom binnen. Alslepend, klein snoekje. Pracht van een visje. Vaak zie je namelijk dat als er geen boot is, dat het wat rustig is. Komt er een bootje voorbij, dan wordt natuurlijk alles wordt opgerakeld van de bodem en die vis wordt meteen actief. En dan komt een eerste snoekje komt er binnen. Zou het kunnen dat mijn hengel in de weg ligt? Even een hengeltje binnendraaien. Ze hebben de vis kwijt. Kijk. Dat krijg je als er een hobbyist als ik meega natuurlijk. Nou zit alles in de war. Alles in de knoop. Ik pak de hengel even over. Kunstaas eraf. En dan zie je maar weer wat ik wel vaker zeg. Filmen en vissen. Het is niet de meest ideale combinatie. Maar het moet wel even gebeuren nu, want anders komt die vis er nooit meer uit. Nou, ik hoop dat ik de volgende keer nog een keer mee mag met Paul. Want je begrijpt wel, door het geknuts net met die lijnen. Ik heb mijn hengel natuurlijk laten liggen op weg naar die camera. De boel is ontknoopt, alles is los en de vis is pleitos. Dus we moeten nou weer opnieuw een ander visje vangen. Nou is dat Twente Kanaal natuurlijk behoorlijk uitgestrekt, een kilometertje of 15. Dus maar waar moet je nou gaan vissen? Nou, je zoekt met name die damwanden op waar wat oneffenheden in de kant zit. Dus waar je wat palen ziet staan, waar wat openingen staan. Er zijn hier en daar ook plaatsen waar eventueel hertjes en konijnen die in het water vallen, dat die de kant weer op kunnen klimmen. En, jawel, daar zat ik eigenlijk op te wachten. Je hebt ook dit soort inhammen. Dat bedoelde ik, dit is speciaal voor wild wat in het water valt, wat er hier weer uit kan. En dit zijn natuurlijk normaal gesproken prachtige stekken voor zo'n snoekbaas of een snoek om lekker in te gaan liggen en ons voorbijkomend kunstaasje te pakken. Maar nu even niet. Kijk, camera draait en actie. Vis nummer 2. Zoals je kan zien is mijn hengel weg, want dit gebeurt me niet nog een keer natuurlijk. Ik ga hier een beetje die vissessies lopen verpesten, dat gaan we niet doen. We hebben nog niet gezien wat het is. Kan nooit lang meer duren. Langs het kantje. Laten hobbelen over de bodem. En uiteindelijk moet er toch een snoekje binnenkomen. En daar komt hij. Dit zijn leuke exemplaren natuurlijk. Geweldig vissen. Kunsthaasje eraan. En laat me stuiteren. Laat ze flats. Die is binnen. Kijk eens even. Een mooi visje. Voor in de bek gehaakt. Makkelijk onthaken. Valt dan toch weer even niet mee. Zo'n onthakingstangetje is toch altijd wel makkelijk om mee te nemen. En die is weg. En dan nog even kijken. Kijk eens even. Keurig. Die kan terug. Ik zeg niks meer. Nou, na die eerste misser, die ik natuurlijk eigenlijk verpeste, is nou het eerste snoekje binnen. Kan ik meteen iets vertellen over visvergunningen? Want je wil natuurlijk vast wel weten, als jij hier wil gaan vissen, wat je nodig hebt. Nou, het is vrij simpel. Een gewone vispas is genoeg. En dan mag je op het hele Twente Kanaal een hengeltje uitgooien. Dus het is maar dat je het weet. Heb je een vispas, dan kun je hier gewoon aan de slag. Kijk, waar je natuurlijk niet aan ontkomt met slepen, is dat je wel eens vast komt te zitten. Nou, op dit moment zitten we vast en dan wil ik wel eens zien hoe Paul nou zijn kunsthaas losmaakt. Terugvaren, en je hebt van die kunsthaasredders natuurlijk. En volgens mij heeft hij er eentje bij zich. Nou, hij heeft in dit geval trekt hem zo los, dus we hebben even daar nog niks mee te doen. Maar je hebt in elk geval gezien wat de techniek is. Achteruitvaren, naar je kunsthaas toe. Kijken of je hem los kan trekken. En als dat niet lukt, pak je een kunstaasredder. En daar gaan we straks nog eens even naar kijken. Kijk, je vindt overal op het Twente Kanaal zijn dit natuurlijk ook hotspots. Die brugovergangen. Die prachtige structuren die in het water staan. Dus als je nou hier een hengeltje uit gaat gooien vanuit een bootje, vergeet dan zeker dit soort plaatsen niet. Want hier moet je wezen voor de vis. Ik heb net al even gezegd dat we nog even terugkomen op die kunstaasredder. Paul zit weer vast. Tweede keer, maar dat
dat hoort er automatisch bij dit gesleep hier. De beste plekken zijn natuurlijk vaak de plekken met obstakels in het water. En dan wil je nog wel eens vast komen te zitten. Dus nou ben ik wel eens benieuwd hoe hij dat nou doet met zo'n kunsthaasreddertje. Kijk gewoon mee met hem. Even meekoekeloeren. Helemaal vast. Ja, geen houden meer aan. Kunsthaasredder erbij. De boot wordt stilgelegd. En volgens mij is dat een hengeltje neergelegd. Kunsthaasreddertje erbij. Hoe werkt dat nou precies, Paul? Ja, even kijken. Dus twee ringen, zeg maar, daar doe je lijn doorheen. En dan gaat dus gelijk over je zak die kunsthaasredder naar beneden, naar je kunsthaas in. En dan ga je een paar keer in de weer, net zolang tot hij een haak pakt van je kunsthaas. En dan kun je het in één keer lostrekken. Nou, ik zou zeggen, laat maar zien. Ik bedoel, we hebben niet zoveel gelegenheden, maar dit is een kans, die moeten we niet laten lopen. Lijntje in het water. Je moet altijd wel rechtboven blijven hangen. Boten rechtboven leggen. Ja. Het is natuurlijk de bedoeling dat het zo recht mogelijk naar beneden zakt, neem ik aan. Ja. Lijntje strak. En dan eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga iets naar achteren, want om nou met z'n tweeën het water in te duiken is ook niet de bedoeling. Kijk, je schuift hem over de lijn heen. Je laat hem zakken. Kijk even mee wat er gebeurt. Moet het wel werken natuurlijk. Oh. Even het bootje een stukje terug. Bootje terug. Kunsthaasreddertje. En dan is het een kwestie van trekken aan het lijntje, lijkt me. Beetje op en neer om te kijken of dat die kettingjes die eraan zitten, of dat die wat grip krijgen op het kunsthaas. En volgens mij komt die eraan. Let op. Haat ze plaats. En dan komt de hele familie komt ermee. Zie je meteen waar je aan vast zit. En die kettingjes die eraan zitten, die grijpen perfect. Een van die dreggen en zo trek je hem eruit. En kijk eens even wat een klos eraan hangt, zeg. Nou, dit is zoals die werkt. Een kunsthaasreddertje die kost een eurotje of 15, 20. Ja, drie keer zo'n plugje terughalen en je hebt hem weer verdiend. Ja. Nou, aaswisselen is natuurlijk ook handig. Paul heeft nou gekozen voor een ratelplug. En het ding ligt maar amper in het water of hebben die kip. Het lijkt wel een wat groter visje dit. Nou eens kijken of het snoek is of snoekbaars. Of misschien wel een dikke baars. Die je ook zomaar kan verwachten hier. Dit is een snoek. Ik hoor de baars roepen dat het snoek is. Kijk, we zien vlees. Prachtig. Vis nummer 3. En hij heeft er zin in, dat zie je wel. Kijk eens even. Die kon die ratelplug toch mooi niet weerstaan. Mooi snoekje. Blijft toch altijd tricky zo'n klein snoekje zo vastpakken, want die zijn vaak niet uitgedrild. Dus voor je het weet, zit die dreg in je handen? Kijk, dit bedoel ik. Dit is dus waar je, als je ook snoekt vanaf de kant, toch altijd wel op beducht moet zijn. Hoe groter de snoek, hoe makkelijker je die snoek vast kan pakken. Want vaak zijn ze veel meer uitgedrild als ze bij de boot komen of op de kant. En deze die liet duidelijk nog even zien dat hij niet uitgedrild was. En als er iets is wat je niet wil, is dat jij met die dreg in je handen komt te zitten. Nou, gelijk een kielgreepje. En dan kan het klussen beginnen. Kijk, de eerste dreg is los. De tweede dreg zo goed als. En dan gaan we nog even pauzeren. Als ik tenminste het water niet inklap. Nou, moet je eens kijken. Is dat vis of is dat geen vis? Het heeft even geduurd. Even plugje gewisseld. En kijk eens even. 4 meter uit de kant gesleept. Over de bodem laten tikken. En Paul pakt hier een pracht van een snoekbaarsje. Normaal gesproken vang je natuurlijk op zo'n dag veel meer snoekbaars dan snoek. En wij hebben vandaag weer de mazzel dat we vooral heel veel snoek gevangen hebben. En nou komt er toch een leuk snoekbaarsje naar boven. Kijk eens even. Pracht visje. Tuurlijk gaat hij terug. En moet even kijken of Paul nog even de vis op wil houden. Nou, kijk eens even. Is dat vis of is dat geen vis? Deze kan terug, Paul. Op naar zijn familie.
Hoppakee. En vis voor Paul. Hebben die kip. En nou eens kijken wat hierboven komt. Kijk, weer een snoekje. Paul heeft vandaag een abonnement op snoek volgens mij. Het is de vierde snoek en een snoekbaars. We beginnen ergens te komen. Zeg maar dat hier geen vis zit. Een prachtig viswatertje. Komt ie aan. Ook weer zo'n dieplopende plug. Ook weer een klein visje, dus opletten geblazen. Dat bedoel ik. Zaak om die drek uit je handen te houden. En had ze plaats iets binnen. Ontwaken. Kijk. Je kan beter maar even je tijd nemen. Dat je uiteindelijk eindigt met die drek. Dat bedoel ik. Belangrijk is nooit loslaten als je met de Q-grip hebt. En vasthouden. En vasthouden. Uitgedrild. Even kijken. Wie erbij staat. Nou, moet eens kijken. Een ongelooflijk mooi exemplaar. Tegen de zon in gefilmd, maar dat moet dan maar even. Kijk, nog even. En hij gaat weer terug naar zijn familie. Op naar de volgende. En weg is die weer. Paul, het dag zit er bijna op. Vier snoeken en een snoekbaasje. Ik heb een geweldige ochtend gehad in elk geval. Wat voor aas hebben we nou eigenlijk vandaag allemaal gebruikt? Kijk, het was een leuke dag vandaag. Wat vandaag uitermate weer goed ging was de Ikuru Shed van Sprol. Dat ding doet het altijd echt goed. Het kleurtje vind ik zelf niet zo heel belangrijk eigenlijk. Lichte kleur, donkere kleur of natuurlijke kleur. Dit prima. Die gaan ongeveer tot 2,5 meter, 3 meter diep. Stuiten mooi tegen de bodem aan ook. Er zijn de nieuwe dekstentjes van Berkeley. Super goede plug eigenlijk. Nieuw krenkbeetje. En je zult zien, als je ziet hier aan de voorkant zit een gewichtje. En die zorgt er altijd voor dat de shed of de krenkbeet altijd recht naar beneden blijft lopen. Ook al loopt hij komt hij tegen de bodem aan, loopt hij altijd weer recht daarna. Ook verschillende dieptes eigenlijk. Deze gaat tot een meter of 4, 4,5. En deze gaat tot een meter of 2,5. En wat ook goed waren was de World Rush. Dat is van een nieuwe van Shimano is dat. Daar zit een flash boost in. Die kun je ook niet stilhouden, zeg maar, die blijft flikken. En die gaan ongeveer zo 1,5-2 meter diep. Knettergoed voor baas. Alleen baas hebben we vandaag niet kunnen vangen, helaas. Maar die gaan ook erg goed op baas. En de maat van de krenkbeetjes is ongeveer 4-5 centimeter. Heb je voor ons ook nog een paar tips, Paul, als we deze kant op komen? Nou, als je op 20 kanaal vist, is het altijd wel, je zit regelmatig een keer vast met je kunstaas. Je moet altijd zorgen dat je je kunstaas erbij hebt. Dat levert zoveel stukken kunstaas weer op. En dingen zo terugverdiend. Altijd zorgen voor goed gereedschap om te onthaken. Kniptang en een soort combinatietang om te onthaken, zeg maar. Dat zijn wel de belangrijkste dingen. Nou, mijn visdag met Paul Keijzer zit erop. Ik heb er enorm van genoten. We hebben vis gevangen. Ik heb er heel veel dingen geleerd. Ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben gehad. Als je nou meer informatie wil over die fantastische hengelsportmogelijkheden op het Twentekanaal, schroom dan niet om gewoon eens langs te gaan bij Hengelsport Henny Kruidenier in Haaksbergen, waar je Paul of een van zijn medewerkers 9 van de 10 keer altijd aantreft. Zij kunnen je verder helpen met de laatste tips en trucs op dit gebied. Ook de kunststages die we hebben gezien zijn verkrijgbaar in de winkel. Kortom, het kan eigenlijk niet misgaan als je daar een bezoekje brengt voordat je hier in die omgeving gaat vissen. Nou, mijn visdag zit erop. Ik ga naar huis. Ik zie je vast nog wel weer ergens of op YouTube of aan de waterkant. Tot kijk en vang ze.